snikhete dagen verkoopt juffrouw Konijn ijsjes. Mama, papa, mogen George en ik een ijsje? Eens kijken, het is vandaag wel een uitzonderlijk hete dag. Mag ik er dan ook een, alsjeblieft? Iedereen is dol op ijsjes. Hallo, mama Big, Peppa en George. Hallo, juffrouw Konijn. Wat willen jullie voor ijs? Mag ik een hoorntje, juffrouw Konijn? Natuurlijk mag dat, Peppa. Dank u. Hetzelfde voor mij en voor papa Big graag. En wat zou jongeheer George graag willen? Dinosaurus. Een dinosaurus? Malle George. Hij zegt altijd dinosaurus op van alles, hoor. Nou, laat ik toch net toevallig ijsjes in een dinosaurusvorm hebben. Dinosaurus. George, eet maar gauw je ijsje op voor het smelt. Dinosaurus. George houdt zoveel van zijn dinosaurusijsje dat hij hem niet wil opeten. Dank u, juffrouw Konijn. Geniet van het mooie weer. George, ik denk toch echt dat je je ijsje moet opeten voor hij smelt en op de grond valt. Oh jee, het dinosaurusijsje van George is gesmolten en op de grond gevallen. Geen probleem, George. We delen papa's ijs wel. Vindt hij vast niet erg. Het is zo warm dat papa Big in slaap is gevallen. Wat ziet papa Big er warm uit? We gooien water over hem heen om af te koelen. Goed idee, Peppa. Wow! Wat gebeurt er? Je was helemaal rood en heet, papa Big. Dus gooiden we water over je heen. Oh, juist ja. Dank je, Peppa.